20 oktober 2015. Ik ben Richard Snoeka en dit is Huls, gemeente Simpelveld. Ik rijd zo naar Simpelveld, dat is in Georgestraat, waar mijn ex van 2 jaar geleden woont. De vrouw met de kinderwens, die toen wegging omdat ze zo graag een kind wou hebben, maar ook voor die tijd al met veel mannen aan het chatten was en afspraken maakte. En nu lijkt te reageren op mensen op mijn Facebook contactlijst met allerlei rare verhalen. Al is het natuurlijk niet helemaal zeker of dat account ook echt van haar is, maar het lijkt er wel op. Het is gevuld met de LG Optimus 3D, maar dan in 2D. Gezien de afstand is 3D nu niet echt bruikbaar. Dit is de omgeving waar zij woont. Die woning heeft ze dankzij mij. Maar er stond al lang ingeschreven en ik had de goede naam dat ik altijd duur betaalde en geen overlast veroorzaakte. Dus onder mij had ze niet gewoond in die woning. De woning met voortuin, achtertuin, garage, kelder, zolder, oprit. Dat is iemand die zich christelijk noemt. Haken en Faals. Drie landenpunt. En hier woont ze met die groene auto. Nummer 16, St. Georgestraat. Nummer 16, de Sint-Georgstraat in Simpelveld.